Ik ben hier in het grootste bos van Nederland waar gevaarlijke dieren rondlopen, zoals wilde zwijnen, Schotse hooglanders en wolven die me altijd graag willen oppeuzelen. En als je in dit gebied niet weet wat je aan het doen bent, kan het zomaar eens gebeuren dat je net als vele anderen de maaltijd bent van een hongerige wolf. En wij moeten hier 24 uur zien te overleven, dus ik heb hier een timer. Bam. Tot morgen 3:30 moeten wij hier zien te overleven. Oh, ik ben hier trouwens niet alleen, hè? Nee. Nee. Ik ben met de boys. Als wij het niet halen, dan moeten we gaan bungee jumpen. We gaan het overleven. Mark my word. Tja, om dit te overleven kan nog wel eens lastig worden, omdat het gehele bos erg nat is met kans op onweer en we per persoon letterlijk maar één zakje eten mee hebben. Maar als wij het niet overleven, moeten wij onze grootste angst overwinnen, namelijk hoogtes. Hopelijk geen onweer vanavond. Het regent echt vet hard en het gaat waarschijnlijk onweren, dus dan zijn we echt fucked. Oké, we moeten natuurlijk ook ergens zien te slapen. Dus wat gaan we als eerste doen? We gaan een mooi plekje opzoeken en daar een ding bouwen. Ja, we gaan een dikke shelter bouwen. En daarna moeten we nog zien water te vinden en eten zoeken. Dit is een mooi plekje, hè? Ja, dit is wel een mooi plekje. Hier kunnen we tijdelijk wel onze shit dumpen. Ja, dat hebben we dus ook gedaan. Het is redelijk droog hier. We hebben dus een waterfilter. En hoe dit werkt is, hier komt vies water doorheen. En dan gaat het zo door deze unit. En dan komt het hier hopelijk schoon weer uit. Maar dan moeten we eerst wat vies water opnemen. Daar is allemaal mooi stromend water. Dus daar ga ik hem wat van opnemen. Ja, yep, want als het water niet schoon is, lopen wij de kans om besmet te raken door parasieten en gevaarlijke ziektes. Oké, de waterfles zit vol, dus we kunnen weer één heel uur door. Want ik zuip heel veel water. Weet je wat ik ga doen? Ik ga mos verzamelen. Want wat mijn plan is. Dus ik wil dus een soort van bedje maken van zeikrand en mos. Daar kan ik dan vandaag een beetje opstaan, een beetje geïsoleerd. Het is wel nat, maar hopelijk droogt het snel op. Nou kijk, het is natuurlijk super vervelend omdat de mos zeiknat is. Het voordeel is wel dat mos super isolerend is. Waardoor dus de kou van de grond niet in mij komt. En dat is super fijn. Wij zijn bezig met hier zo op de grond alle bladeren weg te halen. Want die bladeren zijn fucking nat, ja. Helemaal de week. Omdat wij niet op natte mos willen slapen, halen we de bladeren aan de kant. Jongens, ik heb hier dus dennennaal gevonden. En weet je wat we hiermee kunnen doen? Thee maken. We gaan hier thee van maken vanavond. Kan ik hem aan, denk? Holy shit! Dikke, vette gasbrander. Ja, je kan hem dus ook minder zetten. Oh. Wow, 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 wow! Ja. Dit is het enige eten wat we hebben. En wat moet je hiervoor doen? Je moet hier water aan toevoegen en dan moet je even roeren. En er moet bijna 500 ml water in. En dan kunnen we eten, hoop ik. Nou, eventjes voor de duidelijkheid mensen, dit is het enige eten wat wij hier krijgen. En voor de rest de komende 24 uur moeten we overleven zonder eten en eigen drinken dus. Wat er dus in deze maaltijd zit is echt maar 500 calorieën per persoon. Dit is serieus gewoon goed te eten, joh. Heeft het wel lang genoeg gekookt, jongen? Ja, het heeft wel even gekookt, ja. Het ruikt oprecht naar thee. En? Het smaakt niet verkeerd. Nee, ik vind het echt wel nice. Ja, het smaakt wel ergens naar, ja. Het is wel echt nog echt kanus heet. Wij gaan het eventjes lekker opdrinken en eten en dan zien we jullie straks weer. Blijkbaar vind ik krekels vis lekker. Dus wat mijn idee is om gewoon vis op een kartonnetje te leggen en dan gewoon een beetje lijm eromheen kijken of we één krekel kunnen vangen. Waarschijnlijk gaat het niet werken, maar het is leuk voor de memes. Wij gaan dus brandnetels plukken, dames en heren. Wat gaan we met die brandnetels doen? We kunnen daar soep van maken en we kunnen daar thee van maken en we hebben bedacht dat het ons ontbijt is. Nou mensen, zoals je ziet, het is nu dus donker. En dat betekent dat wij hier officieel niet meer mogen zijn. We moeten nog 18 uur en 17 minuten. Nu is het zeg maar ook dus zo dat het vannacht nog gaat regenen waarschijnlijk. Mm-hmm. En de kans op onweer is ook aanwezig. Oh ja, we hebben dit tent ook omgebouwd sinds dat jullie het voor de laatste keer hebben gezien. Want we hadden hem verkeerd neergezet. We hadden de opening aan de kant van de wind. Alright mensen, wij zijn op het moment eventjes onze slaapplek gereed aan het maken. Zodat we hier vannacht lekker kunnen slapen. We willen nu gaan pitten en hopen dat we minder tijd actief meemaken. Het is bijna 10:30 zoals je kan zien. En dat betekent dat wij nog 17 uur en 11 minuten moeten overleven. Goedemorgen Ian. Hallo Tom. Hi. Wij zijn net wakker. Deze monke is de zooi aan het opruimen, want die moest vals spelen en een matje meenemen. En Tobias en ik, die zijn als echte strijders hebben we op de grond geslapen. Tobias, zeg eventjes hallo en goedemorgen. Ja, goedemorgen hè. We moeten eventjes meer water regelen, want dan kunnen jij en Tobias lekker jullie theetje maken. Alright mensen, we zijn op dit moment zijn wij brandnetelsoep aan het maken, zodat we nog een beetje iets te eten hebben. Heb jij zin om dit te eten? Ik heb honger, dus mij maakt het niet uit. Ik heb ook wel honger, dus ik zeg, we gaan het eventjes snel mogelijk inhaleren. Ah, ik vind het niet per se smerig of zo. Het had veel erger gekund. Ah, ja. En ik viel een beetje. Erger. Ik denk omdat ik te weinig voeding heb. Alright mensen, omdat het dus straks weer gaat regenen en waarschijnlijk gaat onweren, hebben wij besloten om ons kampementje af te breken en te vertrekken. Als het straks gaat onweren, dan is het gewoon gevaarlijk. Dus dat wordt bungee jumpen. Nou, we zijn dus op de vier in Scheveningen. We gaan hier dadelijk bungee jumpen. Heb jij een beetje zin? Beetje spanning. Ja, ik heb echt koulo veel spanning, hoor. Ik vind het echt koulo. Ik heb ook echt tand in mijn hoofd geweest, maar ik ben ook gewoon echt aan het trillen. Maar we gaan het zien. We gaan meemaken. Ik vind het echt fucking eng. 3, 2, 1, yes, let's go. Oh, holy shit. Holy shit. Oh, wow. Nou mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Holy shit, this is fucking eng.